Ja, vrienden, en dan wint Marokko. Ja, en dan feliciteer ik de Marokkanen natuurlijk. Dat is natuurlijk een prachtige overwinning op België. Maar wat er daarna gebeurt, ja, dan in Amsterdam, Brussel en Rotterdam en Den Haag. Eén grote klerenzooi. Ja, vreselijk gewoon. Maar ja, vrienden, niks nieuws onder de zon. Nee. Ik ga jullie meenemen naar 1999. En 28 april. En dan speelt Nederland tegen Marokko. Vriendschappelijke interland in de Gelredome in Arnhem. Hier, ik laat jullie even de... Ik was commentator daar. Ja, ik zit op de tribune. En hier, kijk even naar de beelden. Hadji andere kant op Ramzi. Ja, mooie aanval. Ja. Mooie aanval van Marokko. En afgemaakt door Chipo. Zeer verdiend voor met 1-0. En het Marokkaanse vak. Eén dansende zee. Hadji. Ja, er komt weer een kans voor die Basir. In één keer. Basir. Ja, het is 2-0. Meenemen op het hoofd. Bij zich houden die bal. En binnenschuiven. 2-0 voor Marokko. Van Wonderen. Van Nistelrooy. Over een goal. Wat een mooie goal, zeg. Goed geraakt ook die bal, dat kan je zien. In één beweging, vloeiend en klets. Prachtige goal. Ja, en daar bleef het bij. 2-1 voor Marokko. Ja, heel verrassend. En de duizenden supporters, jullie zagen ze allemaal in beeld. Ja, die renden na afloop en toen begon het, vrienden. Het werd één groot pandemonium daar. Die renden allemaal die tribunes af. En die gingen en masse naar de spelerstunnel toe. En daar stonden toen Frits Barend en Henk van Dorp. Want die zouden dus allemaal interviews houden na afloop. En een praatje en dit en dat. Maar die zagen ineens duizenden Marokkanen op hun afstormen. Dus, en die wisten niet hoe gauw ze weg moesten komen. En er werd gevloekt en geschreeuwd. En het was één grote bende. Allemaal beledigingen voor Nederland en beledigingen tegen Nederlanders werden er geschreeuwd. Decor werd omvergegooid. En mensen van de productie en mensen van de techniek die achter die camera stonden, die wisten ook niet hoe gauw ze moesten vluchten en weg moesten komen. En dat was één grote puinhoop daarna afloop. Met allemaal woedende Marokkanen. En allemaal opgekropte woede tegen Nederland en tegen Nederlanders. En waar het vandaan kwam en waar het vandaan komt, dat mag Joost weten. Ik weet het ook niet, vrienden. Maar iedereen was weg daar na afloop. Ik geloof de uitzending werd ook gestopt. Want er stonden alleen nog maar Marokkanen met middelvingers voor de lenzen. En nou ja, vraag het Frits Barend en Henk van Dorp maar na. Vraag het ze na. Ze zullen vertellen wat een angstig moment dat toen was. En na afloop waren we eigenlijk allemaal helemaal verbouwereerd en aangeslagen. Maar toen wisten wij wel in de Gelderdoom. Dat toen al, hè, 1999, vrienden, 23 jaar geleden. Toen wisten we al dat hele multiculti gedoe, dat gewoon één grote mislukking was. Dat was toen al bekend. En toen werd dat natuurlijk weer afgedaan met een incident. En het valt allemaal wel mee. Het werd allemaal weer goed gepraat, zoals altijd. Maar het is gewoon... En dat is het nu nog steeds, want ze zijn nu al 1 of 2 generaties verder. En die woede is er nog steeds. En die multiculti is nog steeds één groot drama. En dat hebben we allemaal te danken aan de politiek in Den Haag. Al die politieke partijen die multiculti door de strot van die Nederlanders hebben gedouwd. Ja, die zitten nu. Ja, en die zijn
nu, op dit moment weer, heel erg stil.